Hallo iedereen, vandaag ga ik iets heerlijks bereiden, namelijk kipfilet in sojasaus en geblancheerd persiebonen. Laat me weten wat je van het gerecht vindt. Hier ben ik bonen aan het snijden. Straks ga ik hem brancheren. In zout en water ga ik hem straks brancheren. En dan wordt mijn gerecht gebrancheerde snijbonen. Kipfilet. Mooie stukjes. Dit gaan we brancheren. Zout water, kokend water. Het water borrelt al en dit gaat ongeveer 6 minuten. Jullie zien, de bonen zijn klaar en die gaan we in koud water, de garingsproces, laten stoppen, anders gaat hij door. Ik ga de kipfilet in stukjes snijden, ook een leuk ding, leuk om iets te doen. Ik wil hem in reepjes hebben. Mooie reepjes. Prachtig dit. Prachtige reepjes. In mijn kip gaat als kruiden eieren, knoflook, piment, groentebouillon en laos. Een beetje olie in, niet te veel. Eerst eieren in, een beetje aanvrijten. En daarna het knoflook. Dit ruikt toch zo ongelooflijk lekker. Liefde en aandacht geven. Mijn kipfilet die is al zover. En ik ga mijn bord nu opmaken. Dit is mijn eindresultaat van gesneden sperziebonen door het midden, gebrancheerd in zoutwater, kipfilet en sojasaus. Ik zou zeggen, bon appetit, eet smakelijk.
En leuk, bedankt dat je hebt meegekeken. En als je mijn video leuk vindt en mijn kookprogramma, geef een like, subscribe, klik op de bel en laat een berichtje achter.